Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Afgelopen week was de Week van het Geld, een campagne van surplus met het thema Later regel je nu. Het doel van de campagne was inwoners van Drimmelen bewust te maken van zaken. Die grote invloed kunnen hebben op hun financiële positie. Denk hierbij aan kinderen die 18 jaar worden, gezinsuitbreiding, pensioen, overlijden, echtscheiding en verandering van inkomen. Door vooraf te plannen en bewust te zijn van de mogelijke financiële gevolgen, kunnen zaken op tijd geregeld worden en kunnen problemen voorkomen worden. De vrijwilligers van geld en recht van surplus geven advies en ondersteuning bij vragen over sociale zekerheid, financiën en consumentenzaken. Een afspraak maken kan door een e-mail te sturen naar drummelen@apenstaadje.nl of te bellen met 076 502 7788. Woonvisier, de gemeente en huurdersbelangenvertegenwoordiging woonbelang. Gaan extra inzetten op nieuwbouw van sociale huurwoningen. Dat is een van de belangrijke prestatieafspraken die de drie partijen hebben gemaakt voor het huidige jaar 2024. De betaalbaarheid voor huurders en wonen met zorg krijgt extra aandacht. Zo wordt het kantoor van woonvisier op dit moment verbouwd, zodat er 14 levensloopbestendige sociale huurappartementen beschikbaar komen. Ook aan de Marktstraat in Terheide gaat het om 16 compacte woningen. Daarnaast gaat Woonvizier door met het verduurzamen van bestaande woningen. En gemiddeld pakt de Woningcorporatie 50 tot 70 woningen per jaar aan. Van 11 tot en met 16 maart was het de week van NL Doet. In de gemeente Drimmelen organiseerden lokale vrijwilligersorganisaties Drimmelen Doet. Het is een initiatief van seniorenpartner De Wijngaard, SOVAC, Antonius Abt, De Ganshoek en SWO, ondersteund door het Vrijwilligersinformatiepunt. U ziet na deze uitzending de beelden van deze ontmoetingen. En deze beelden zijn ook terug te zien op onze social media. Momenteel wordt er vanuit het project Verbetering Verkeersveiligheid Zeggelaan. Voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in Ter Heide. Er wordt gezorgd dat de verkeersveiligheid in de Zegelaan wordt verbeterd. Naast deze verbetering wordt gelijktijdig groot onderhoud uitgevoerd aan de rijweg, parkeervakken en de stoepen. Ook gaan de nutsbedrijven kabels en leidingen aanpassen of verleggen. De werkzaamheden zijn 26 februari gestart. Men verwacht dat de werkzaamheden eind april zijn afgerond. En voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Gemeente Drimmelen. Op 1 juni 2023 startte de Gemeente Drimmelen een proef met de zogeheten Voor Elkaar Pas. Met deze pas kunnen WMO deeltaxiereizigers uit de gemeente een jaar lang onbeperkt reizen met alle bussen en buurbussen van Arriva in Noord-Brabant. Deze proef is inmiddels geëvalueerd en blijkt succesvol te zijn. Iedereen die in de gemeente Drimmelen graag meer uitleg wenst over het openbaar vervoer, kan terecht bij Henny van Dongen, mobiliteitsconsulent bij SWO Drimmelen. Voor een afspraak kunt u terecht via telefoonnummer 0162 451 894. De werkzaamheden voor de dijkversterking in de haven van Ter Heijden. Zijn in de afrondende fase. Vanaf 1 april kunnen de booteigenaren hun lichtplaats in de haven weer in gebruik nemen. Ook vaart vanaf dan het marktpontje weer heen en weer over de markt. Dit neemt niet weg dat er, zowel aan het omliggende gebied als in de haven zelf, nog veel werk verzet moet worden. Begin mei zouden de werkzaamheden afgerond moeten zijn. Op 1 april, tweede paasdag kunnen kinderen tot en met 10 jaar, samen met ouders of grootouders, paaseieren gaan zoeken. Van 11 tot 1 uur is iedereen van harte welkom bij Jeu de Boelvereniging Boulevard in Terheide. Deze vereniging vindt u naast het voetbalveld. Voor de volwassenen staat een kopje koffie klaar en ook aan de kleintjes wordt gedacht. De organisatoren zien jullie graag op 1 april. En om te weten op hoeveel mensen ze mogen rekenen, zouden ze graag... Jullie aanmeldingen ontvangen op info met daarbij de tekst eieren zoeken. Aanmelden kan tot uiterlijk 27 maart. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. Natuurlijk was omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op dit kanaal. U kunt deze week. Onder meer kijken naar Drimmelen Doet en naar een nieuwe aflevering van Samenleven. En hebt u een nieuwswaardige mededeling zonder commerciële doeleinden? Meld het ons naar publicatie apenstaartjeomroepdrimmelen.nl. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!